Klopt, de volgende keer. Dus ja, we moeten daar dan weer naar uitkijken. Zonder Ruben en Joep zit alleen Marcel en Pieter nog in het toernooi. Ik moet nog player of the year worden voor Nederland. Dus hoe mag ik nou al ervoor blijven? Dus dat is mijn missie. Mijn missie is in het geld komen en maak me alle voor blijven. Nou ja, wie weet kunnen we nog hele gekke dingen doen. Ja, dat zou helemaal mooi wezen. Maar stap voor stap weer. Stap voor stap. In de kleine uurtjes van de Praagse nacht weet Pieter inderdaad de volgende toernooidag te bereiken. Op dat moment moet Ruben alweer bijna opstaan voor zijn reis naar Rotterdam. Just a perfect day. Morgen. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Lang en breed onderweg is, begint de dag voor Pieter en Joep in Praag. Zij hebben vandaag een duidelijke missie. Joep! Een cadeautje kopen voor de pasgeboren tweeling van pokercollega Peter Dalhuizen. Als hij ligt, mag daar rond. Ik wil gaan aankloppen, dus. Ik ben aan de parkeerde deur. Nee, dank je. Dank je. Wat is dat? Hier de bende, jongen. Bende, val er maar mee. Bende. Zijn het wakker, man? Ah, jij bent een spelen natuurlijk. Nee, niet meer. Ik heb er 8:30 gespeeld vanochtend. Ja, Pieter, onze miljonair gezelschap. Ja, echt een geweldige, echte nuchtere Fries. Een heerlijke vent. Ik vind het echt een prachtige kerel en hoe die gewoon doet. Hij blijft gewoon, wat ik zo mooi vind met Pieter, is dat hij gewoon normaal blijft. En dat hij gewoon, ook al dat hij geld in Monte Carlo heeft gewonnen. Ja, ik vind niet dat hij echt, en daarvoor ken ik hem nog niet zo echt. En nu ken ik hem ook nog niet zo heel goed. Maar hij is wel gewoon dezelfde Pieter gebleven. Stinkt hij zeker wel, of niet? Zo'n vies muggeetje. Beetje. Stel, ik zou ook ooit zoiets winnen zoals hij dat wil winnen. Ik kan het niet groot, maar stel. Dan zou ik ook echt wel, is hij wel echt daarin een voorbeeld voor mij. Omdat hij ook echt wel zoiets is gebleven wat ik ook zou willen worden, zeg maar. Ook gewoon lekker normaal en lekker rustig. En gewoon doe maar normaal en ja, blijf maar gewoon wie je bent, weet je wel. Want je bent niks beter dan anderen. Zeg maar. Met iedereen kan je gewoon babbelen en met iedereen kan je gewoon over poker praten. Maar je kan ook over andere dingen kan je praten. Vooral gaat het nu meer om het poker. Maar we hebben een hele leuke groep om gezellige en goede dingen te gaan creëren. Marcel begint de dag zoals gewoonlijk met een gezonde workout. De gym. Gym, no casino. Oh. Fitnessclub. Fitnessclub, ja. Fitness, oh. Gaat goed vandaag? Azerbeidzjan. Oh, oké. From Azerbeidzjan. Oké. Tourist? Technisch tournee. Dat is mijn fitness. Ah, fitness. Bye. Bye. Zo, het ene moment sta je met een lekker wijf in de lift en het andere moment steen niet. Het is een van Marcel's trademarks. Fit in de sportschool betekent ook fit aan de pokertafel. Dus houdt hij zich aan een strak schema. You know where you're going? In de salsa. Met je vriendin. In de marenka. Dat je lekker los in de heupen zit. Mijn vriendin.
Ben zei dat hij, als hij op het hele uur staat, dan draait hij rond of zo. Ja, en dan komen er dingen. Het schijnt hier ook te zijn dat je hier moet gaan lunchen. En daarna het klokje kijken. Ja, dat zie je. Het is nog een toys. Nou, vast wel iets leuks. Zoiets is wel leuk voor die mannetjes. Dit is altijd wel cool. Maar dit is ook 739 euro per stuk. Wil ze een mol geven of wil van het houten speelgoed? En die trek aan het armpje en dan ligt hij ook los, heb ik het idee. Nou, dat houten speelgoed. Ja, dat houten is veel leuker toch, of niet? Ja, dat vind ik eigenlijk veel origineler. Dat is veel leuker. Laten we dat doen dan. Dit soort dingen zijn wel cool. Oh, dat kun je aantrekken. Ja, dat kan je aantrekken. Dan kun je ze wagen. Oh, dat is leuk. Het zijn twee mannetjes toch? Oké, laten we die doen dan. Nou, is goed. En deze is een auto? En een auto. Of niet? Ja, het wil twee dingen toch? Voor allebei één. En dat is voor één mannetje en die andere neemt er één man. Oké. Okay. Okay. Nou, top. Hier, please, pak het in. En nu maar hopen dat het een succes is. Maar dat zie je straks, na de onderbreking. Welkom terug bij More Than Just a Game. Ruben is inmiddels geland op Schiphol. Vanochtend om 5 uur ging de wekker in zijn hotel in Praag en nu moet hij nog een uurtje met de trein naar Rotterdam. Over 2 uur begint daar zijn tentamen. En zou hij genoeg geleerd hebben? In dit geval is dan de enige keer per jaar dat ik echt een tentamen heb, terwijl ik ook een toernooi aan het spelen ben. En dat komt gewoon slecht uit eigenlijk. Het is mentaal best wel lastig. Poker is een van de weinige banen waarbij je gewoon geld kan verliezen en dan ook nog eens niks fout kan hebben gedaan. Het is misschien een beetje te vergelijken met op de beurs handelen, waar je gewoon misschien wel een goede beslissing neemt, maar door voor jou onvoorziene omstandigheden je toch gewoon een groot deel van je eigen geld of iemand anders geld verliest, is toch gewoon heel hectisch en je moet heel erg goed proberen je eigen beslissing los te koppelen van het resultaat van je beslissing. En ja, natuurlijk is het lastig om op, ik ben dan 20 op zo'n leeftijd, meer geld op een dag te kunnen verliezen dan sommige mensen in een jaar verdienen. Stoere taal uit de mond van een 20-jarige. Of is Ruben gewoon heel zelfbewust? Feit is dat hij zich niet blind staart op een carrière als pokerspeler. Anders zou hij deze trip nooit ondernomen hebben. Mooi gedaan, volgens mij. We laten Ruben rustig zijn tentamen maken en vervoegen ons weer bij Pieter en Joep in Praag. Van winkelen krijg je honger, dus Joep... Zullen we in ieder geval even wat eten ergens? Wil je iets op ham of zo? Ham? Ja, dat is zo chill. Dat wil ik hebben. Ja, ruikt goed. Ik hou altijd wel van een lekker stukje vlees. Nou, lekker hammetje. Dat is oké. Stukje brood erbij. Dat zou best wel oké moeten wezen. Ja, die ham is echt goed. Ham is denk ik wel nut. Top.